Nou, we zitten vlak voor de start van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. En ja, om meerdere redenen is dat echt wel iets om naar uit te kijken. Behalve dat het gave wedstrijden zijn, kom ik zo op terug. Maar is het gewoon echt wel spannend geweest in de laatste paar dagen? Of alle spelers daadwerkelijk hier in Rotterdam zouden aankomen? Toch blijft dat met het reizen, vluchtschema's die veranderen. Ja, en toch uiteindelijk ook wel die negatieve uitslag van de test. Die wil je gewoon allemaal zien. Allemaal goed gekomen, dus iedereen is er, iedereen is getest, iedereen is negatief getest. Dus wat dat betreft geen stress meer. Dus we kunnen aan die wedstrijden beginnen. En we hebben een supermooi veld, ook een heel erg sterk veld met 8 spelers uit de top 12. Dus ik mag in mijn handen knijpen dat toch ook echt weer kwaliteit naar Rotterdam gekomen is. En ja, de loting is net geweest. En ja, ik moet nog even spieken, maar ja, volgens mij met hele mooie wedstrijden die eraan zitten te komen. De Nederlanders zijn in ieder geval verdeeld. Dus die gaan in ieder geval niet in de eerste ronde tegen elkaar spelen. En Ruben Spaargaren tegen Stefan Houdet is denk ik wel een hele leuke wedstrijd. Jong tegen oud, oud gediende. En Ruben is echt wel een upcoming new generation rolstoeltennisser. En Tom Echtbrink, Nicola Pfeiffer, al vaak tegen elkaar gespeeld, maar altijd wel mooi om te zien. Ja, en Michael Scheffers, ja, die is hier natuurlijk altijd al, alle edities is hij hier geweest. En die speelt tegen Jeff van Dorp. Nou, en als we het dan over dag 1 hebben, dan kunnen we echt wel meteen uitpakken met een paar leuke wedstrijden. En ik noemde net Houdet Spaargaren al, maar ik denk echt dat het een hele leuke wedstrijd is om naar te kijken. Houdet, die natuurlijk al jaren speelt, superveel ervaring heeft. Maar ik ben heel benieuwd en nieuwsgierig hoe Ruben Spaargaren zijn niveau is. Ik heb die jongens natuurlijk niet zien spelen dit jaar. Ze hebben weinig toernooien gespeeld, überhaupt weinig wedstrijden waren er door corona. Maar ze hebben natuurlijk allemaal wel heel erg hard getraind. Dus ik ben erg benieuwd naar het niveau van Ruben, wat hij dan kan neerzetten. En eigenlijk geldt dat hetzelfde Jeff van Dorp, ook een hele jonge speler, 19 jaar. Uit België heb ik ook nog niet zo vaak zien spelen, maar ben heel benieuwd wat hij tegen Michael Scheffers kan doen. Al met al super trots dat we weer gaan beginnen, helemaal met zo'n eerste dag. En het is heel tof, want je hoeft namelijk niks meer te missen. Alles is te volgen via de livestream.